Sinterklaas, u ziet het, de kinderen vinden het fijn dat u toch weer kans hebt gezien om ook naar Barendrecht te komen. U hebt een hele lange en vermoeiende reis. Maar u bent er. En Sinterklaas, ik kan u vertellen dat de jeugd van Barendrecht zich het afgelopen jaar weer keurig heeft gedragen. En dat moet u toch deugd doen, Sinterklaas. En dat vinden wij ook allemaal fijn. Maar ik denk dat ze u nu graag wat liedjes zullen toezingen. En dat gebeurde deze keer ook onder begeleiding van de ja, en de zang wordt zoals de traditie dat wil, weer begeleid door Barendrechts fanfare. Het heeft geholpen, Piet. Een zwemvereniging ZPB. Is die er nog? Ja, hè? Ja, dat zei Piet ook. Hij zegt, dat is dezelfde naam als waar ik lid van ben. Ja. Piet en de andere Pieten zijn namelijk lid van de Zwarte Pietenbond. En het had heel weinig gescheeld of wij waren niet hier geweest. Ze hebben namelijk lelijke dingen overgenomen uit Nederland. Zij wilden namelijk gaan staken. Maar in goed overleg, zoals dat behoort, heeft Piet daar een oplossing voor gevonden. En vandaar dat ze weer hier zijn, Piet, hè? Ja, toch? En ik heb ook nog iets te vragen aan de kinderen. Er zijn namelijk wat verlanglijstjes zoek geraakt. Omdat de Pieten eigenlijk een beetje aan het staken waren. Nou, mogen jullie dat straks natuurlijk bij de Sint en de Pieten weer inleveren. Maar globaal, ik wil een beetje kijken wat jullie willen hebben. Wie wilde graag een pop? Een pop. En een auto. Ik ook. Juist, ja. En ik ga niet langer praten. Ik hoop dat ik jullie straks allemaal bij me in de schalen heb. Oh, dat is die klem, Piet, weer. Oh. Je moet iets verder gooien, Piet.